Breda Nu. Je weet het meteen. Vorige week vond in Café de Bommel de boekpresentatie plaats van Gerard en Haan. Volgens schrijfster Cecile Koekoek de slechtste voetballer die NAC ooit heeft gehad. Ja, hij was een bezienswaardigheid en niet de allerbeste voetballer van Nederland, maar wel goed genoeg om gewoon bij NAC mee te doen, hoor. Maar die bescheidenheid legt hij nou nog aan de dag, hè? Want hij vindt dat hele circus eigenlijk helemaal niet leuk. Ik heb liever geen aandacht. Ik heb liever geen schouderklopjes. Is niets voor mij. Maar had je het verwacht dat zij een boek over jou ging schrijven? Wie verwacht er nou dat er een boek over hem geschreven wordt? Misschien dat betere voetballers. En voetballers die helemaal dol zijn op zichzelf. En voetballers die zich van alles verbeelden. Die verwachten dat misschien. Maar een normaal mens verwacht natuurlijk helemaal nooit dat er een boekje verschijnt. En ik vind het leuk. Ik weet dat het uniek is. Het past wel helemaal in het verhaal van mijn voetballoopbaan, dan tussen aanhalingstekens, mijn voetbalcarrière. Het past er wel bij. Het is natuurlijk een absurd verhaal. Het is belangrijker voor Cecile dan voor mij. Nou, Cecile, je hebt een boek geschreven over Gerard de Haan, de slechtste voetballer in Nederland. Ja, waarom heb je voor hem gekozen? Omdat ik hem heb leren kennen als puber op de tribune bij NAC. En daar in aanraking kwam met een hele grote cultheld. En dat was Gerard de Haan. En 20 jaar later ontmoet ik hem en vertelde hij zulke mooie dingen. Dat ik dacht, nou, daar moet ik een boek over schrijven. Ja, hij wordt natuurlijk de slechtste voetballer van Nederland genoemd. Maar is hij dat dan ook, volgens jou? Nee, dat hebben we er ook wel een beetje op gezet om het te cultiveren. En het is ook, ja, wat moet je erop zetten? De middelmatigste voetballer van Nederland? Ja, dat is natuurlijk ook een beetje gek. Meneer Brood heeft altijd met Gerard zelf samengespeeld. Ja. Wat voor voetballer was het? Nou ja, Gerard ken ik al heel lang. Want we komen uit dezelfde plaats, Gorinchem. Dus ik ken zijn voorgeschiedenis. Ik heb met hem mogen samenspelen bij NAC Breda. We hebben ook samen gereden af en toe. En ja, Gerard is natuurlijk, als je kijkt naar de club NAC, de supporters, die ging altijd voorop in de strijd. Hij had een karakter, zeg maar een mentaliteit van over mijn lijk. Wat er ook gebeurt, ik schakel die speler uit. Ik stel me op in dienst van het team. En dat was Gerard. Hij kende zijn tekortkomingen, maar hij wist ook waar zijn kracht lag. En ja, dat hadden we op dat moment nodig. En dat waardeer ik ook aan de persoon Gerard de Haan als voetballer. Ga je kijken als mens, ja, dan was het gewoon een jongen die en nog steeds die heel hard werkt. En die ook heel realistisch is. Dus daarom ben ik ook hier. Breda Nu. Je weet het meteen.